Wat heb je er eigenlijk aan om zo'n componist te leren kennen? Nee, ik ben componist. Ik voer geen muziek uit, ik schrijf muziek. Zoals Ton de Leeuw, George Gershwin, Wolfgang Amadeus Mozart. Als je een componist leert kennen als persoon, ga je volgens mij de muziek ook beter begrijpen. Als je bijvoorbeeld weet dat Giel van vernietiging houdt of daardoor geobsedeerd is en allemaal filmpjes zit te draaien van gebouwen die gesloopt worden, dan leg je ook meteen de link naar zijn muziek. En dat voegt toch iets extra's toe. Wat vind jij van hedendaagse muziek? Wat vind je er zo leuk aan eigenlijk? Dat je het keer op keer kunt beluisteren en dat het toch interessant blijft, maar ook dat het heel, heel erg kan raken. Welke componisten hebben we eigenlijk? We hebben gekozen voor 3 componisten die hele toegankelijk hedendaagse muziek schrijven. Bij Giel hoor je veel pop en rock er doorheen. Aspasia schrijft hele mooie melodieën waar je echt moet denken aan middeleeuwse en aan Griekse muziek. En bij Joost voel je dat er heel veel liefde en passie achter zijn muziek zit. Hey Nathan! Als eerst hebben we Paul Hane. Die gaat zo'n avond gewoon in de war schoppen. Die gaat emotionele vragen stellen. Dat wordt een hele losse avond. Helemaal geen gewone concertavond, maar een beetje gekke avond. Dan hebben we natuurlijk Mike Baudet als echte ambassadeur van de klassieke muziek. Hij is natuurlijk cabaretier, maar ook pianist. En zal echt met een beetje duistere humor die avond heel interessant maken. En tenslotte hebben we Stine Jensen. Bekend van Human. Waar ze Dus Ik Ben presenteert. Een beetje als een soort Alice in Wonderland kijkt zij tegen het leven aan. Ze vraagt zich dingen af, heel onbevangen. Dus weer een hele andere kijk. Ik vind dat hedendaagse concerten vaak iets heel geleerds hebben. Als je binnenkomt, dan wordt er al van je verwacht van, jij weet heel veel van hedendaagse muziek. Jij hebt er 3 boeken over gelezen en daardoor kan je deze muziek ook begrijpen. Terwijl bij dit concert hoop ik dat mensen gewoon, ook als ze er de ballen verstand van hebben, genieten van mooie muziek, spannende muziek en gewoon vrolijk naar huis gaan. De Composer. 9 avonden vol live muziek, filmfragmenten en persoonlijke ontboezemingen. Voorjaar 2016 in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.